Hallo met Christel, welkom op mijn kanaal Christel Blue. Ik ga vandaag love letters doen voor jullie, drie groepen. En ik heb nog veel meer love letters op mijn kanaal staan. Dus als je denkt van, nou ik wil nog meer love letters kijken. Dus ja, er zitten heel vaak verschillende dingen in allemaal. Dus ja, er is geen tijd aangebonden. Dus het is onbeperkt en je kan het kijken wanneer je wil. En kiezen altijd uit drie love letters. Dus dan moet je het intypen Christel Spatie Blue en dan love letter en dan kom je er vanzelf. Dus, maar goed, like mijn kanaal en in ieder geval word lid. En wat wil ik nog meer zeggen? Ja, doneer wanneer als je zin hebt. Maar goed, alles staat voor de rest in mijn beschrijvingsbox. Ja, en wat wil ik meer zeggen? In ieder geval, ja, maak een goede keuze. Denk niet goed na over het blauwe hartje, het groene hartje of het rode hartje. Dan kom ik zo bij jullie terug met het blauwe hartje. Tot zometeen, doeg! Oké, mensen van het blauwe hartje, wat hebben jullie gekozen? Ik heb een heleboel dingetjes. Ook voorwerpen zitten erin. Oh, gaat bijna weg. Knipsels. Goed, laten we eerst maar bij de kaarten beginnen. Eerst maar even een paar romantische engelenkaarten. Ja, dit is ware liefde. Dit is de romance van je leven. Dat is mooi, hè? Hier staat, trek je zielsverwant aan. Je gebeden, affirmaties en visualisaties helpen om jullie bij elkaar te brengen. En dan hebben we hier nog meer liefdeskaarten. En er staat... transformatie, je relatie met iemand anders staat op punt zich te verdiepen. Succes, heb vertrouwen, alles komt goed. Een tweelingpassie, je ontsteekt in hartstocht. Kan zijn dat jullie tweelingzielen zijn. Want omdat ik zat ook zielsverwant. Even naar de tarotkaarten kijken. Ja, deze persoon wil misschien samenwerken met jou, iets opbouwen met jou. Drie van pentakels. Misschien hebben jullie samengewerkt, kan ook. Misschien ken je hem dus als collega. Ja, deze persoon ziet jou echt als de Queen of Cups. Een hele mooie, liefdevolle vrouw. Of deze persoon is dat, dat kan ook als je man kijkt. Goed, deze persoon wil graag ja, die rozen plukken in die boom hier. Dus gaan voor de liefde. De sprong wagen ook. Maar deze persoon, hè, dit jongetje, die plukt die rozen uit die boom. Dat zijn echt rozen om te zien. Die wil echt wel voor de liefde gaan. En het universum zegt, waarom wacht je nog? Dus hij moet eigenlijk op deze liefde gaan wagen, hè? Gewoon de sprong wagen. Waar of wat is, doe nog. Dus ja, hij mag gaan. Hij mag gewoon gaan. Ja, de liefde maakt alles licht. Die liefde mag alles light. Ja, hier staat, blijf jouw eigen trouw. Blijf dit trooi. Dus deze persoon moet trouw zijn aan zijn eigen hart. Dus ja, als iemand anders dus geen goede bedoeling met hem hebt, dan moet deze persoon ook niet het hart aan iemand anders schenken.
Dus niemand is het waard om het hart van deze persoon in te nemen, zeg maar. Want het is niet waard om dan deze persoon het hart te schenken. Als iemand hem niet mag zoals hij is, dan moet deze persoon niet het hart schenken aan deze persoon, maar trouw zijn aan zichzelf. Goed, zie je wel, je wist het, je volgt je hart en dat is een goede stap gebleken. Hij gaat zijn hart volgen, deze persoon. Dan zie je al met deze kaarten, voel, hè? Ach, wat een pijn, koester jezelf vandaag, wees van harte aan jezelf toegewijd. Ja, deze persoon zit er wel mee, waarschijnlijk dat jij, dat er geen contact misschien is, of dat het nog niet, tot een voltooiing is. Omdat deze persoon moet eigenlijk trouw zijn aan zijn eigen hart. Dus waarom wacht hij nog? Hij mag die sprong gaan wagen. Want de liefde maakt alles licht. Even kijken. Dit is... Hij zegt tegen jou, wauw, je glimlach staat je fantastisch. Hij vindt jou een mooie glimlach hebben. Dankjewel voor wie jij bent, zegt deze persoon. Kijk hoor, wat nog meer. Soulmate kaartje. Liefde is een heilig verbond. Een grote creatieve kracht die door de samensmelting van twee zielen een verkenning van de intiemste expressie wordt. Wauw. Ja, samensmelting van twee zielen. Ja, dat is toch wel een beetje een tweelingpassie, hè? Een tweelingzielenpassie. Goed. Nieuwe hoop. De zon staat op het punt om door de wolken te breken. En je zult alles binnenkort in een ander licht zien. Iets dat eerder hopeloos leek, zal spoedig zijn gevuld met niets dan hoop. Ja, nieuwe hoop, deze relatie. En aartsengel Michael heeft ook een bericht. De weg is nu duidelijk. Je hebt alle obstakels op je pad verwijderd. Je kunt nu gemakkelijk en vol vertrouwen verder gaan. Je zult bereiken wat je hart wenst. Hele mooi, hè? Goed, dan deze. Ja, deze persoon zit nou nog even in de donkere energie, totdat hij die sprong gemaakt heeft. Hij krijgt waarschijnlijk een vervelende boodschap. Waardoor hij misschien een donkere energie beloont. Deze persoon gaat alles overdenken. Overdenkt de situatie tussen jullie. Kijken wat deze persoon wil zeggen tegen je. Onze relatie is mijn dierbaar, zegt hij. Waarom kon ik mijn hart niet openstellen voor jou? Ik wil je hand vasthouden. Dat kan niet, maar dat kan niet, zegt hij. Hij is wel een beetje in de war, een beetje in de donkere energie nog, maar dan komt hij uit. Sommige mensen om me heen gunnen mij geen geluk. Mijn ziel is met jou verbonden. Ja, dus ik zeg wel de hij, maar het kan ook een zij zijn, hè. Dus, grote knipseltjes. Ja, deze persoon, die is druk aan het klimmen. Om naar boven te komen. Angst in communicatie. Misschien is deze persoon wel een beetje bang om te communiceren. Toch wil deze persoon graag contact in het hart, hè. Ja, zorg. Misschien heeft deze persoon zorg of hij wil voor jou zorgen. Er zijn nog heel veel vragen. En dat ze misschien nog niet beantwoord. Hij heeft misschien ook nog heel veel vragen. Kijk, er zijn nog heel veel vraagtekens. Kan deze relatie worden gered? Ja, dat is ook denk ik een vraag van deze persoon. Kan deze relatie worden gered? Ja, deze persoon wil vrij zijn, vrij vliegen. En samen met jou door het leven gaan, naast jou staan. Goed, dan gaan we de voorwerpen erbij pakken. Ik heb
Hier een hartje, deze persoon houdt van jou. Een S. Misschien is jouw naam of van die persoon of een achternaam. Deze persoon houdt jou wel in de gaten met het oog. Ja, er is liefde met de roos. Ja, misschien is het nog even de fine timer dat deze persoon uit die, ja, het is nog aan het klimmen, hè, uit die donkere periode misschien. En dan transformeren. In ieder geval, er komt wel geld binnen. Het kan zijn dat deze persoon gewoon op geld hebt. De kassa rinkelt wel, in ieder geval. Ja, deze persoon wil de brug over, druk aan het klimmen, de brug over. De wind, ja, er komt een verandering in windrichting. Karmzingen gaan uit het leven van deze persoon. Moeder en kind, kan zijn dat deze persoon een kind heeft of moeder issues. Of de meeste dat die kinderen hebben en met de moeder van het kind problemen. Ja, hij voelt zich een beetje eenzame zwaan. Hij wil zich verenigen met jou. Goed, dit was de eerste groep. Ik hoop dat je genoten hebt. In ieder geval tot de volgende keer. Doe, vergeet niet te liken. Doe. Hallo, de groene love letter groep. Laten we eens kijken wat hier allemaal in zit. Kijk, of niks achtergebleven is. Nee. Oké, dan gaan we beginnen met de romantische engelenkaarten. Die zeggen... Geld en loopbaan. Op dit moment speelt geld een rol in je liefdesleven. Ja, misschien moet deze persoon een baan opzeggen. Of zit misschien met een scheiding, met het verdelen van het geld. Ja, of nou ja, in ieder geval geld speelt een rol om bij elkaar te komen. Dat kan belemmeren. Maar deze persoon heeft wel goede intenties. Die wil wel zijn vrije tijd met jou doorbrengen. Misschien ook wel trouwen. Vakantie. Goed. Ja, hier staat je probeert iets te forceren. Geef het tijd. Dus misschien ja, gaat hij te hard. Hè? Probeert hij toch dingen te forceren. Hij moet rustig aan doen. Hier staat ook omhelzing. Door middel van de ander vind je de ontbrekende delen in jezelf. Ja, deze persoon wil je graag omhelzen. Seksuele eenwording. Heb eerbied voor het plekje in de kamer. Wil jullie één zijn? Goed, laten we even de dubbelkaarten pakken. Kijken waar die andere is. Ik heb er drie. Nou, ik zie hem even. Ja, hier zo. Ja, deze persoon, een vijf van pentakels, voelt zich een beetje eenzaam in de kou gelaten. Misschien heb jij gezegd van, ja, zoek het maar uit. Ja, toch houdt hij zich wel vast aan jou. En ja, misschien heb je de hele tijd vastgehouden aan de oude situatie. En misschien doe je dat nog. Ook vanwege dat geld waarschijnlijk. Dus ja, dat moet hij ook loslaten, hè. Dat moet niet een belemmering vormen. Misschien ja, is hij afhankelijk van ook iemand anders zijn inkomen. Queen of Pentacles. Hij ziet jou wel als een stabiele factor in zijn leven. Krachtige vrouw. Vrouw die toch goed voor zichzelf zorgt. Die ja, misschien wel ben je echt een carrièrevrouw. Hier staat, je wordt du wirst geliebt. Hier staat als je eenzaam voelt, denk eraan dat je geliefd bent. Dus ja, hij voelt zich waarschijnlijk niet zo geliefd. En eenzaam. Misschien ja, is het huwelijk waar hij in zit niet zo fijn. Of de situatie waar hij in zit. Hij mist jou waarschijnlijk. Voelt zich alleen. En voelt zich niet geliefd.
Goed, ziegelig natuurlijk betekent dat, ja, deze liefde is echt. Hij moet eigenlijk naar zijn, hij kijkt misschien naar de afgelopen tijd terug. Hij moet eigenlijk niet zo veel eraan denken. Es ist nicht von Bedeutung toen. Dus ja, het maakt niet uit. Het is niet, ja, niet van betekenis. Hij moet eigenlijk meer vooruit kijken en niet zo naar achteren kijken. Niet naar wat allemaal geweest is. Hij moet er niet te veel aan denken. Hij moet gewoon doorgaan. Hij moet eigenlijk leuke dingen gaan doen. Want het was allemaal een leerproces, dus hij moet gewoon vooruit gaan, hè? Gewoon vooruit gaan. En hij wordt geliefd. Dus ja, dat moet je wel weten. Hij zegt ook, ik ben zo blij dat je er bent. Want hij is wel, ja, hij vindt het fijn dat jij ook op aarde bent. Ik hoop dat je iets... Vandaag iets moois overkomt, zegt hij. Hij leert natuurlijk ook heel veel van jou, hè? Leven en werk vanuit je hart, daar word je gelukkig van. Ja, hij moet meer vanuit zijn hart leven. En niet veel terugkijken op wat geweest. Het is niet meer zo belangrijk. Geweest is geweest. De toekomst wachten. Je hart wil niet de baas zijn... Het wil je dienen met belangeloze liefde. Goed, even kijken wat deze kaartjes zeggen. Ja, de weg is onbekend. En dat vindt deze persoon een beetje eng. Vooral financieel waarschijnlijk. Maar toch de bedoeling dat hij de groene sprong gaat wagen. Ja, hij gaat toch wel weer in zijn kracht gaan staan. Ja, hij doet zijn beklag. Dus misschien heeft hij met iemand ruzie. Hij klaagt van wat is dit allemaal. Ja, hij komt meer voor zichzelf op. Hier is dat. Komt meer voor zichzelf op. Dus hij gaat wel meer in zijn kracht staan, deze persoon. Goed, wat wil deze persoon jou zeggen? Mis jij mij ook? Dus deze persoon mis jou. Ja, voelt zich alleen. Ik was er toen niet klaar voor, zegt hij. Wij gaan samenkomen. Twijfel niet aan onze liefde. Ja, huwelijksreis, hè. Dat is ook wel samenkomen, lijkt mij. Hij zegt ook, ik was soms boos op jou in het begin, maar ook op mezelf. Je bent zo mooi. Ik droom over jou en dat is heel fijn. Dus hij droomt over jou. Kijken wat de engelen zeggen. Angst. Ik, aartsengel Michael, ben je om door de huidige tijd te helpen. Ik hou van je. Ik bescherm je. Zorg ervoor dat je veilig bent. Vertrouw dat alles goed is. Accepteer mijn liefde en sta haar toe om je angst te laten verdwijnen. Deze persoon zit dus wel in angst. Avontuur. Probeer de huidige situatie niet te zien als een hindernis, maar als een avontuur. Onderzoek de mogelijkheden. Er zijn er veel meer dan je kunt bedenken. Zie dingen niet als zwart of wit, maar onderzoek alle kleuren die ertussen liggen. Goed, een soulmate kaartje. Iedere ervaring, of je haar nu als goed of slecht ervaart, bevat een geschenk. Maar dit geschenk wordt soms pas na verloop van tijd onthuld. En vertrouwen, alles is zoals het moet zijn. Ja, my promise. Ja, deze persoon heb je waarschijnlijk beloofd om misschien samen te komen met jou. Dus de belofte... Wordt ingelost. Er moet wel gepraat worden waarschijnlijk tussen jullie. Misschien wordt er niet zo gecommuniceerd. Ja,
opgestapelde emoties, opgestapelde problemen met de borden opgestapeld. Ja, ik ben verdrietig, maar kan ik dat rouwgedoe zelf niet fixen? Ja, deze persoon mis je waarschijnlijk heel erg. Deze persoon wil graag vliegen, alles beter overzien. Ja, deze persoon staat op een kruispunt om uit het donkere te komen, hè. Dus, voor zichzelf op te komen, maar het moet niks forceren. Dus deze persoon komt wel meer voor zichzelf op. En weet al wel dat hij wilt, hè, deze persoon. Ja, en kijk wat er nog meer is. Ja, deze persoon wil dansen in de zon met jou, vrolijk zijn. In ieder geval, de verbinding met het universum is de basis, kruinchakra. Hier zien we de L, voor of achternaam, de H. Er is geld. Er is liefde die gaat groeien. Engelen die zorgen voor deze relatie. Ja, de grote strik betekent voor mij, ja, er komt een cadeautje. Deze persoon gaat in de kracht staan. Ja, de veer is, ja, er is engelenhulp dus. Misschien ziet deze persoon veren. Ja, er komt geluk. En de sterren is natuurlijk wensen die uitkomen. Deze persoon gaat met jou naar rustige wateren varen. En ja, wil samen vrolijk zijn. En twee dolfijnen samenkomen. Een hartje vormen. Dus heel mooi. Deze persoon staat op een kruispunt. Moet even de angst overwinnen. En was misschien boos op jou in het begin. En, maar ook op zichzelf. Ja, deze persoon wil graag samenkomen. Dus gaat steeds meer in de kracht staan. Voelt zich wel eenzaam. Maar goed, dan weet van de belofte eigenlijk. In ieder geval dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Like mij. En word lid. Tot de volgende keer. Doeg. Hallo mensen van de rode love letter. Laten we eens even kijken wat er allemaal in zit. Goed, hij is leeg. Even kijken naar de romantische engelenkaarten. Ja, familie aangelegenheden. Je liefdesleven zal er wel bevaren als je ouders vergeeft. Dus misschien moet er nog wat geheeld worden. Heel spoedig, besluit heel helder wat je wilt. Zodat het nu ook kan gaan gebeuren. Ja, deze persoon moet misschien een keuze maken. Hier staat mysterie. Op het juiste moment zal alles aan je geopenbaard worden. Laat mysterie zich in alle rust ontwikkelen. Ja, het is misschien een mysterie hoe het allemaal gaat verlopen. Maar er komt wel een wonder. Je relatie staat op het punt om te veranderen. Dus een wonder komt er. Heel spoedig kan het zijn. Maar omdat deze persoon moet wel weten wat hij wilt. Of zij. Lach is de beste therapie en de liefde is het allerbeste medicijn. Maak samen veel plezier. Vrolijk en speels. Ja, lach is de beste therapie. Vrolijk en speels. Relatie ontwikkelen. Ja, er zijn misschien nog wel dingen verborgen. Het is nog een mysterie. Misschien heeft deze persoon nog niet alles gedeeld met je, de gevoelens. Dus ja, het is nog een mysterie. Misschien nog geheimen. Deze persoon heeft zich waarschijnlijk teruggetrokken. Een hermit modus. De antwoorden in zichzelf zoeken. Wheel of Fortune. Ja, het wil gaan draaien. Alle karmische dingen gaan uit het leven van deze persoon.
Goed, soulmate kaartje. Liefde overwint alle hindernissen. Er is alleen maar een andere houding nodig om dingen te veranderen. Vertrouw de kracht van de liefde. Zij zal jou en je geliefde veranderen. De kracht van de liefde, heel mooi. Goed. Een paar Duitse kaartjes. Natuurlijk. Natuurlijk komen jullie samen. Ja, laat je verrassen. Dus ja, een wonder. Laat je verrassen. Laat die überraschen. Ja, later zou je erom lachen. Irgendwann wirst du darüber lachen. Je moet soms werken over om dingen te bereiken. En soms gaat de weg niet verder. Dan denk je, nou, deze weg moet gaan. Dan is er toch een andere weg. Maar later zou je erom kunnen lachen als jullie samen zijn. Hè? Dus er komt waarschijnlijk een wonder bij deze groep. Het is je van harte gegund. Het is echt van harte gegund. Dus het is van harte gegund, deze liefde. Je hart wordt altijd beschermd door de liefde. Volg de liefde. Je hart is veilig. Ja, heel belangrijk om de liefde achterna te gaan. Complimentje van deze persoon. Vertrouw op wie je bent, wat je kunt en hoe je kunt groeien. Dat geldt natuurlijk voor alle twee. Ja, geloof in je eigen kracht en de rest zal volgen. Deze persoon is al een beetje verdrietig. Ja, omdat er misschien nog geen oplossing is. Waardoor, ja, het kan, opeens kan daar dat wonder zijn. En dat kan vrij spoedig zijn. Ja, deze persoon is al een beetje bang voor de dingen die gaan komen. Daarom misschien wat verdrietig. Het is, ja, woeste golven misschien. Maar deze persoon wil geen ruzie meer met jou. Geen strijd meer. Kijk wat deze persoon wil zeggen. Ik heb mij misdragen. Jij wilde mij enkel helpen en ik zag het niet. Soms denk ik, verdien ik deze liefde wel. Ja, ik wil jou zeker in mijn leven. Wachten is moeilijk, maar de moeite waard. En we spiegelen elkaar. Goed, doe het nu. Stel het niet langer uit. Wees moedig, luister naar je intuïtie. Want dat is de leidende stem van je ziel. Ja, luister naar intuïtie. Aartsengel Uriel, er is een prachtige spirituele transformatie gaande in zowel jouw leven als in onze wereld. Dit is de vereniging van hemel en aarde, geest en materie. Hart en verstand verenigen zich in een evenwichtige balans. Goed, even de knipsels erbij. Ja, negatieve beïnvloeding, daar moet deze persoon uit natuurlijk. Dingen doorhakken. Geen berg is te hoog voor deze persoon. Ja, er zijn wel stekelige dingen bezig. Deze persoon wil geen pijn meer, geen strijd meer. Ja, zijn er wat obstakels, blokken op de weg. Ja, je bent wel na aan het hart van deze persoon. Deze persoon wil zich bevrijden, misschien van iemand in die achterblijvende koortje. Wil echt wegvliegen, iemand achterlaten. Goed. Nou, de verbinding met het universum is daar. De kroonchakra bedoel ik. Ja, deze persoon moet een beetje flexibel zijn. Ja, besluit nemen. Keuzes maken. De letter H. Misschien jouw letter of van deze persoon. Voor of achternaam. Ja, de blaadjes vallen van de bomen. Komt een nieuw begin. Het oude is weg. Geld komt er.
Er is liefde. Deze persoon is aan je gehecht. Zijn wel, ja, emoties, opborrende emoties. Misschien om de keuze. Mensen gaan uitkomen. Het is soms wel diep graven in die put. Misschien zit deze persoon af en toe een beetje in de put. Dat kan ook. Maar de wensen gaan uitkomen. Ja, het wiel gaat draaien. Alle karmische dingen gaan uit het leven van deze persoon. Komt een overwinning. Ja, een grote strik betekent ja, een cadeautje. Ja, in ieder geval goed nieuws. Goed, dat was de derde brief. Als je het leuk vond, like mij dan. In ieder geval tot de volgende keer. Doeg!